Goedendag, ik ben Bas van Weerenburg, gezagvoerder Boeing 737 van Arkefly en ik ga vandaag meenemen naar Dalaman, Turkije. We gaan zo meteen naar de crewroom en daar gaan we met de vluchtvoorbereiding beginnen. Dat houdt in dat we gaan kijken wat het weer is op bestemming en onderweg. Of er eventueel wat bijzonderheden zijn met het vliegtuig of met het vliegveld waar we naartoe gaan, Dalaman in dit geval. En dan daarvan beslissen hoeveel brandstof mee gaan nemen. En dan gaan we naar het vliegtuig. Goedemorgen. We hebben zojuist alle gegevens van onze vlucht, brandstof wat wij mee gaan nemen naar Dalaman. Andere gegevens met betrekking tot gewicht hebben we doorgebeld, zodat het vliegtuig zo meteen getankt kan worden en dat er straks ook een loadsheet heet dat. Dat is een papier waar alle gewichten op staan waar we straks mee gaan vliegen en dan gaan we daarmee mee werken vandaag. Mijn collega die is met de pre-flight checks bezig. Het zijn zogenaamde controlehandelingen van bepaalde basissystemen. Die heeft hij afgerond en op dit moment is hij de boordcomputer aan het laden, de route naar Dalaman. Ik ga dan de status van het vliegtuig controleren. Dat doen we aan de hand van Technical Log. Daar staat alle informatie in met betrekking tot de technische staat van het vliegtuig. Alle checks zijn gedaan door onze technische dienst. Dus het vliegtuig is goed om geaccepteerd te kunnen worden. Dus ik zet mijn handtekening dat ik het vliegtuig accepteer om mee te nemen voor onze vlucht naar Dalaman. 9154, check. Vlieg je altijd met dezelfde co-piloot? Nee. Dieter en ik hebben nog nooit eerder met elkaar gevlogen. Het is onze eerste vlucht samen. Komt niet vaak voor. We zijn ook weer niet zo groot dat je het hele jaar verschillende mensen tegenkomt. Dus je komt wel regelmatig weer dezelfde collega tegen, wat het wel heel leuk maakt. Maar dit is de eerste keer dus dat Dieter en ik samen vliegen. Ik ben op dit moment bezig met de zogenaamde light test. Ja, testen van de verlichting. Alle verlichting wat je nu ziet, dat zijn allemaal indicaties van systemen. Oranje betekent niet goed. Mocht dat branden, dan betekent dat er een het systeem niet functioneert naar behoren. En om te testen dat alle verlichting goed werkt, controleren wij op de grond dat de lampen allemaal fatsoenlijk werken. En dat doen ze ook. Alles ziet er goed uit. Ik heb een loodsje. Die heb ik al. Dat is allemaal gedaan. Prima. Om de levensduur van de motoren te verlengen, zorgen we dan voor dat we met minder vermogen starten. En dat, hoeveel vermogen we nodig hebben, dat berekenen we zo meteen met een speciaal programmaatje wat we op deze laptop hebben staan. En daarvoor hebben wij onder andere de gewichten nodig van het loadsheet. Aangezien wij in het vliegtuig met kilogrammen werken, moeten we dat omzetten naar kilograms. En dat kunnen we ook zien in onze brandstofindicatie, dat we 11,7 ton hebben. Wij hebben drie tanks in het vliegtuig, linkervleugel, de centertank in de romp zelf en de rechtervleugel. En het totaal is dat 11.700 kilogram. Dus laat het precies maar komen. Dames en heren, jongens en meisjes, een goedemorgen en een hartelijk welkom aan boord van deze Boeing 737-800 van Arkefly met bestemming Dalaman. De deuren zijn inmiddels gesloten, zullen wij een mooie tijd gaan vertrekken. Namens de hele bemanning wens ik alvast een prettige vlucht toe. Bedankt voor de aandacht. En je startlevers. En de gearpins. Pre-flight checklist completed. Ja. Taxi. Respect.